inderdaad zijn er berichten van apenpokken in delen van de wereld. En in Suriname hebben artsen nog geen rapportage daarvan gemaakt. Ook bij het BOG hebben de verantwoordelijken geen rapportages binnengekregen. We blijven alert, we blijven de plaatsen vragen die ons moeten rapporteren van gevallen met huiduitslag en alle andere verschijnselen. En we moeten ervoor zorgen dat we geen explosieve uitbraak krijgen van iets nieuws. We moeten ervoor zorgen dat we geen explosieve uitbraak krijgen van iets nieuws. Ik hou dat vast, directeur. Maar u bent behalve directeur ook medicus, arts van beroep. Hoe erg kan het zijn met apenpokken, deze ziekte? Ja, ik alvast, het is lastig om tegelijkertijd veel mensen ziek te hebben. Want uit de praktijk weten we dat deze soort virale ontstekingen, meestal ja, is een virale ontsteking, of is een virale infectie, dat deze infecties gepaard gaan met huiduitslag en wat makkelijk verspreidbare, als het ware, methoden als je in contact komt met mensen. Dus dan moet je rekening houden dat wanneer je als arts de patiënten ziet, dat je weet hoe je je preventieve handelingen moet plegen, hoe je preventieve inrichting moet plegen en welke adviezen je ook mee moet geven. Maar ook de samenleving die zal ook goed ingelicht moeten worden. En want als je kan begrijpen van als iedereen tegelijkertijd ziek is, dan heb je ook een probleem in het land. We hebben in principe in het verleden gehad van uitbraakjes en het verschilt uiteraard van hey, wat voor soort virale infectie het is. Ik moet nog even me verdiepen in de mate van immuniteit die er al heerst. Dat ga ik met de deskundigen even nagaan. En we moeten dan op basis daarvan voorbereidingen treffen.